Dag mensen, vandaag wil ik jullie iets gaan laten zien over Zierikzee. Aan de andere kant van de Zeelandbrug ligt hier het prachtige silhouet van Zierikzee. Zierikzee staat bekend vanwege zijn torens, vele monumenten, om precies te zijn meer dan 500 stuks. Sinds 1248 heeft het ook stadsrechten verkregen. Veel bezienswaardigheden. Ik hoop jullie vandaag nog het een en ander te kunnen laten zien van de prachtige monumenten en de faciliteiten die Zierikzee biedt. Een van de meest beeldbepalende monumenten van Zierikzee is toch wel de Sint-Lievens Monstertoren. De Zierikzeenaars noemen hem ook wel de Dikke Toren. De toren is ongeveer 62 meter hoog. Start van de bouw was 1454. En de toren telt ongeveer 279 treden. Ik zou zeggen, probeer hem eens een keer uit. Gelijk daarnaast ook toch wel een heel imposant gebouw, de Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk is nadat die in 1800 is afgebrand opnieuw gebouwd. Tussen 1835 en 1845 is de kerk in deze hoedanigheid ontstaan. Ook die is zeker een keer het bezoeken waard. Zierikzee, een prachtige stad gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland. We hebben diverse voorzieningen, prachtige winkels, mooie monumenten. We hebben diverse basisscholen en ook een middelbare school. De basisscholen kunnen worden onderverdeeld in openbaar, christelijk en katholiek. Meer dan 500 monumenten. Hier achter ons ziet u zelfs het stadhuis. Het aantal inwoners is 11.000, iets meer zelfs, vier wijken. We staan nu in de binnenstad. We kennen nog Malta, we kennen Poort Ambacht en de Noorderpolder. Prachtige omgeving, kom eens een keer kijken. Zierikzee, een stad met een prachtig karakter. Zierikzee bestond vroeger uit stadsmuren en grachten, waarvan enkele zaken nog bewaard zijn gebleven. Aan die kant hebben we de Noordhavenpoort en aan deze kant de Zuidhavenpoort. Beide daterend van oorsprong vanuit de 14e eeuw. Aan deze kant de Oude Haven, achter u het centrum van Zierikzee. Kom eens een keer kijken.